Deze film is opgenomen door de toenmalige graanhandelaar Marie Cornelis Speelman, bekend van het bedrijf met de molen De Hoop aan de Delftweg in Overschie. Het geeft een mooi beeld van de samenleving en de ouderenzorg in de eerste decennia na de oorlog. Dat Nederland van na de oorlog krabbelde op en steeds meer mensen konden op vakantie en dat werd de ouderen ook gegund. De meeste ouderen die de crisis van de jaren 30 en de oorlog hadden meegemaakt, waren echter arm. Voor hulp was men toen aangewezen op familie of de kerk. Daardoor waren er vaak comité's van particulieren die voor de plaatselijke senioren jaarlijks een reisje organiseerden. Zo ook dit particulier initiatief in Overschie. Met behulp van veel vrijwilligers, waaronder circa 85 mensen met een auto, werd er geld ingezameld via de verkoop van loten, bijdragen in natura van de middenstand opgehaald en lunchpakketten samengesteld. Zo was de hele gemeenschap in touw om voor hun senioren een mooie dag te organiseren. Supermarkten bestonden nog niet. En de meeste mensen hadden ook geen koelkast of vriezer. Je moest dus vrijwel dagelijks de boodschappen doen bij een groot aantal kleine gespecialiseerde winkeltjes. Zoals de groenteman, bakker, banketbakker, kruidenier, slager, melkboer en sigarenboer. Daar werd je door de winkelier geholpen. Heel gezellig. Je kende elkaar en er was tijd voor een praatje. Tijdens zo'n actie vroeg die winkelier dan ook prompt: mevrouw, wilt u ook loten kopen? En met succes. Maar ook als je geen loten wilde, kocht je er wel een paar. Want dan kon je bij de volgende winkel zeggen dat je al loten had. Grote bedrijven gaven geld. En de middenstanders doneerden de producten uit hun winkel of reden met hun auto vol bejaarden mee in de enorme stoet. Voor 1 januari 1957, toen de AOW ingevoerd werd, was er vanuit de overheid weinig geregeld voor ouderen. Veel ouderen hadden geen pensioen. Maar kregen al wel een uitkering uit de noodwet ouderdomsvoorziening. Maar dat was geen vetpot. Er werd dan ook uitgekeken naar het jaarlijkse uitje.
De gasten komen, gekleed in het zondagse pak. Sommigen worden van huis opgehaald en hebben daarbij al een fijne sigaar in ontvangst genomen. Anderen komen met begeleiding naar de zaal voor de ontvangst. Want zo'n feestelijke dag begint natuurlijk met koffie, gebak en een corsage. Ondertussen wordt de proviant voor onderweg opgehaald bij de vrijwilligers en ingeladen. Grote belangstelling van familieleden en buurtbewoners stapt iedereen vol verwachting in de toegewezen auto. En onder politiebegeleiding zet de lange stoet zich in beweging. Een lange rit volgt. Die voert via smalle binnenwegen, want de snelweg A20 bestond nog niet. Via Kapelle aan de IJssel, Moordrecht, Gouda, Schoonhoven en loop ik naar Zeist, waarbij een uitspanning de lunch wordt gebruikt. We'll be right back.
En ook daar hoort een sigaar bij. Zo kan je je weer even jong voelen. Moe en voldaan staat men klaar voor de terugreis. Gelukkig is er onderweg weer een rustpunt met koffie en een plak cake. Terug in Overschie,
waar het ontvangstcomité klaarstaat.